om in ieder geval een nieuwe inzamelingsronde te houden. Dat doen we door heel Limburg, onder andere in de gemeente Beesel. Daar staat voor ons Robert Jansen en daar wordt ook flink actie gevoerd vanochtend al. Ja, zeker. We zijn er vroeg bij. Dat zei de burgemeester ook vanochtend. Jullie zijn er vroeg bij. Maar goed, de actie start, de voedselbankactie Samen voor de Voedselbank, die start vandaag. En daarom willen we graag vroeg op pad om zoveel mogelijk producten te verzamelen. Waar dat al gebeurd is, is bij de gemeente Beesel. We staan hier op het gemeentehuis. Ja, burgemeester, niet alleen wij zijn vroeg. Ook burgemeester Dassen is er vroeg bij. Ja, goedemorgen. Het was inderdaad wel even een vroege ochtend. Maar goed, vroeg uit de veren voor een goed doel is nooit slecht. Ja, en ik zie dat u al allerlei producten heeft verzameld hier bij de gemeente. Er is een kleine start gemaakt om ook goed beslagen ten eis te komen om de actie ook goed van start te laten gaan. Ja. Dus wat dat betreft hebben we al een mooi beginnetje. Je hoort wel eens kritiek van ja, eigenlijk zou zo'n voedselbank niet nodig moeten zijn. Gemeentes moeten meer doen. Doet u voldoende, denkt u? Vooral is dit natuurlijk op de eerste plaats een actie vanuit het hart. Hè. Kersttijd, kerstboodschap, je voelt dat je iets goeds moet doen. Daarnaast zijn de redenen waarom mensen gebruik moeten maken van de voedselbank natuurlijk heel divers. Ligt ook soms buiten hen zelf. Als je je baan verliest, et cetera, of de privéomstandigheden. En gemeentes proberen mensen zo goed mogelijk te helpen door allerlei extra potjes. Ja. Maar soms is het ook niet altijd duidelijk. Mensen komen ook niet altijd. Er is ook een stukje schaamte. Dus we hebben daar een opdracht met z'n allen. Ja. Nu zijn er ook extra potjes. Hè? Ja, er zijn vandaag extra potjes. Kleine, grote potjes. En ik zag u heeft ook achter u staat een doos. U heeft wel een soort van doos laten zien. Wat is dat? Ja. Maar ja, dat is natuurlijk veel te klein, hè? Ja, u zegt met die producten. Een klein doosje van het hart, hè? Heel belangrijk ook producten uit de regio. Honing, kruutje uit Beesel, ja. Honing uit Beesel. En thee, heel belangrijk. Maar daarnaast staat hier natuurlijk nog een heel palet aan producten die we heel graag als start meegeven. Ja. Oké, nou, het toeval is, alhoewel geen toeval, ik heb natuurlijk zelf ook nog een hele mooie doos bij me. Hè, die herkenbaar ook, hè, de voedselbankdoos van deze actie Samen voor de Voedselbank. Zullen we samen die producten in deze doos doen, burgemeester? En dan gaan we het nu inpakken en dan gaan we zo meteen, tenminste, ik ga door naar Ramon, want we gaan de hele provincie door. Mensen die trouwens willen doneren, die kunnen ook producten gaan afleveren bij de lokale supermarkt. Er zijn de Jan Linders, Albert Heijn, maar ook bij de SNS-bank. Dus ik zou zeggen, doe net als de burgemeester Das, die het goede voorbeeld geeft. Steun deze actie. Doneer meer. Doneer mee. En als u zegt, ik kan niet naar buiten. U kunt het ook online doen. Dat kunt u allemaal vinden op l1.nl. Ja goed, burgemeester, wij gaan even inpakken. Ja. En dan geef ik even terug naar Maarten en Tom in de studio. Want er zijn nog meer verslaggevers op pad. En we gaan hier even samen zorgen dat deze doos goed wordt gevuld. Kom. Ja, je hoort het, hè? Super. Steeds meer organisaties doen ook mee aan deze actie Samen voor de Voedselbank. En onze verslaggevers dus de hele dag onderweg in de provincie. Nou ja, wat ik mooi vind is dat we zijn dus nu een half uur van start. Er zijn al zoveel acties. Ik heb een hele lijst met allemaal acties die al aangemeld zijn. Dus dat is echt nog nooit eerder zo druk geweest met acties, inderdaad. Zo meteen, het laatste Limburgse nieuws op je radio. We kijken uit.